Bewoners uit het dorp Apoera kunnen deze week gratis gebruik maken van medische en tandheelkundige diensten van de operatie Grand Mati, welke een civiel-militaire operatie van het Nationaal Leger is. De bewoners hebben toegang tot basisgezondheidszorg, oogmetingen en tandheelkundige zorg. De missie is vandaag officieel begonnen en bestaat uit Nederlandse, Amerikaanse en Surinaamse specialisten. Ook zullen ruim 470 schoolpakketten worden gedoneerd aan scholieren in Apoera. Het ministerie van Economische Zaken heeft ruim 1 miljoen SRD aan boetes geïnd in de periode van februari tot en met september 2022. Het gaat overwegend om overtredingen van de wet economische delicten. Het ministerie doet een beroep op een ieder zich niet schuldig te maken aan prijsopdrijving en andere overtredingen van de wet economische delicten. Het opleiden van verkeersbrigadiertjes lag 3 jaren stil en gaat dit jaar weer van start op 36 scholen in Paramaribo, Wanica en Para. Op de gemeenschap wordt het beroep gedaan om rekening te houden met de scholieren in het verkeer en medewerking te verlenen aan de verkeersbrigadiers bij het uitvoeren van hun taak. De verkeersbrigadiertjes van Ikeri worden in de maand oktober opgeleid.